We staan hier in de smederij van de firma Haksteen en hier staat dus de windvaan. Meneer Haksteen, u heeft hem helemaal gerestaureerd, hè? Ja, zo kan ik wel zeggen, ja. Kunnen we hem even zien? Ja, dat moeten we even samen doen, hè. En dit is dus de windvaan die tot 2016 op de Grote Hoofdpoort stond en er toen bijna afviel doordat de houten torenspits waar hij op stond bijna afbrak. In de torenspits was een zwam gekomen door lekkage in het loodwerk. De windvaan zelf was, nu hij toch afgehaald was, toe aan een grondige restauratie. Ja, ze noemen het een zeeridder. Ja. Ja, we hebben een ridder, paardenbenen, staart van mythologische figuur, van vis of iets van die aard. Hij was, het goud was er zo goed als af. En er zat nog een paar rotplekken in, dus die moesten die door de jaren heen geroest waren. Ja, roesten kan je niet zeggen bij koper natuurlijk. Nee, want hij is van koper? De ridder die is helemaal van roodkoper. En die bol die eronder zit, die daar staat, die is gedeeltelijk van messing en gedeeltelijk van roodkoper. Bij de restauratie werd de windvaan weer helemaal met nieuw bladgoud bedekt. Dit is zo'n boekje. Daar zit dat bladgoud in. Dat zit op vloei. Dit knip je dan op maat naar het stukje wat je hebben wil. Het is echt bladgoud. Ja, dit is minuscuul. En dan leg je het erop en dan wrijf je een beetje aan. En dan zit dat goud vast en dan kan je het papiertje eraf halen. Ja. Maar ik zeg al, dat het zijn allemaal ontzettend veel kleine stukjes. Ieder bobbeltje en hobbeltje, dan moet je eigenlijk aan twee kanten plakken. Eind december, dan moet het helemaal klaar zijn. Oh, dan zijn de stijgers weg. Ja, ja. En dan gaat hij weer in volle glorie de wind vangen. Ja, ja, maar dat zou leuk zijn. Ja, ik vond het ook wel leuk om te doen natuurlijk. Ja, het is een eindeloos werk hoor, maar ja, het is hartstikke leuk om te doen. In ons programma Eilandleven zijn we donderdag na het nieuws een uitgebreide reportage uit over het herstel van de torenspits van de Grote Hoofdpoort en de restauratie van de windvaan.